Welkom bij Zomer met PNM. We hebben bijzondere gasten. Om te beginnen een longarts, Roel van Zeeland. We gaan natuurlijk vragen hoe het was geweest in de coronatijd, maar vooral ook daarna. We gaan eerst terug, meneer van Zeeland, mogen we elkaar tutoyeren? Uiteraard, ja. Tijdens de coronatijd, hoe kijkt u er nu op terug? Ja, het was een heftige tijd. We zagen op zich een beetje hoe het in het buitenland eraan toe ging. Hoe het in China begon, hoe het naar Europa kwam. Ja. En voordat je het weet zit je er zelf middenin. In Nederland was het met name in Brabant begonnen. Toen kwam het naar ons toe. Een grote stroom patiënten, zieke categorie en noodprotocollen die je in werking stelt. Het was even behoorlijk de schouders eronder om de stroom zieke patiënten goed te kunnen verwerken. Dat heeft veel extra gevraagd. Ja. En nu zitten we eigenlijk in een periode dat iedereen zegt, nou, het is langzaam een beetje aan het weggaan, dat virus. Vindt u dat ook? Dan blijf ik toch u zeggen, vind jij dat ook? Ja, het gaat natuurlijk goed in Nederland wat betreft de aantallen besmettingen en ook de ziektebeelden die zich ontwikkelen nog. Wereldwijd nog altijd een stijging, zeker in Amerika, Azië. Maar in Nederland gaat het zeker goed. Maar we moeten toch voorzichtig zijn, omdat dit is ook dankzij de maatregelen, dankzij de anderhalve meter samenleving. En ook zeker de oproep om thuis te blijven als je klachten hebt die zouden kunnen passen bij corona. Ik denk dat mensen zich daar heel goed aan hebben gehouden. Mm-hmm. En dat met name ook mede toe heeft geleid dat we goede resultaten hebben. Ja. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Nee, want je krijgt nu zo'n tweedeling in de maatschappij. Hè? De ene die zegt van, jongens, voorzichtig, die tweede golf komt er misschien aan. En de andere helft die zegt, jongens, schaf die anderhalve meter maatschappij af. Ja. En zo heb je zelfs mensen die oproepen tot protesten, viruswaanzin. Hoe kijk je daar als longarts tegenaan? Ja. Nou ja, we moeten zeker niet vergeten dat de goede resultaten die we nu op dit moment hebben in Nederland, het aantal opnames is nog maar zeer beperkt, dat dat dus echt het gevolg is van het houden aan de maatregelen die we hebben genomen. De anderhalve meter, de dingen die we net al genoemd hadden. Ja. Dat leidt ertoe dat we goede resultaten hebben. Maar goed, het virus is toch een beetje onvoorspelbaar. Er kan toch weer een nieuwe stroom komen van besmettingen. En zeker als men toch gaat denken van, zoals zo'n demonstratie op de Dam, van met zoveel mensen bij elkaar, het is goed gegaan, er is niemand ziek geworden, dat geeft toch een beetje het kan een vertekend beeld geven, omdat waarschijnlijk in die samenstelling er ook geen zieke mensen waren, gaan we vanuit. Dus we moeten ook voorzichtig blijven. Goed, de versoepeling is natuurlijk goed en het loopt goed. Ik denk dat de versoepeling van de afgelopen weken niet heeft geleid tot een toename van een aantal coronabesmettingen aan de opnames in de ziekenhuizen. Maar we moeten voorzichtig blijven. Ik denk dat we op deze voet door moeten gaan. Langzaam verder versoepelen. Anderhalve meter zou ik zeggen, toch nog wel houden. Ik bedoel, dat is toch een belangrijke bron van besmettingen, waarbij je toch veel van het virus binnen kan krijgen. En dus ook daardoor wellicht ook buiten? Ook buiten, ja. Ja, zeker. Ja. Want die aerosolen, daar is veel om te doen. Hè? De RIVM weet dan ook niet helemaal zeker of het nou echt heel schadelijk kan zijn. Daar is men ook nog niet helemaal over uit. Wat denk jij? Ja, op zich is het. Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval de rechtstreekse routes van aerosolen die je inderdaad maakt bij hoesten, bij flink praten, bij zingen, dat soort dingen. Ja, dan kun je toch wel best wel wat van die aerosolen verspreiden. En daarmee kun je toch is een grote kans op besmetting. Ja. De RIVM-richtlijnen volgen jullie uiteraard. Dus alle andere verhalen, dat kijken jullie met leden ogen aan? Nee, kijk, alles komt binnen. Je houdt je breed op de hoogte van de ontwikkelingen. De RIVM geeft natuurlijk goede tips, maar wat ze zelf ook aangeven, niet alles kunnen ze nog wetenschappelijk onderbouwen. Nee. Het is toch een vrij nieuw ziektebeeld. Vandaar dat we altijd openstaan voor andere meningen. Ja. Heel veel is nog niet bekend, hè? Dat revalideren is natuurlijk ook iets wat heel onbekend is. Ja. Want hoeveel schade richt het nu aan bij patiënten? Heb je daar al een beter beeld? Ja, dat is een goede vraag. We beginnen nu eigenlijk op onze polyklinieken de nakontroles te doen van de corona-opnames. De piek hadden we vooral eind maart, begin april. En we bellen altijd een eerste keer op van hoe het gaat met de mensen. Dat we een beetje een beeld krijgen van
ja, hoe het gaat psychisch, lichamelijk, fysiek en wat het met ze heeft gedaan. En nu komt er zeg maar over drie maanden na opname, komt er een controle waarbij we ook uitgebreide onderzoeken willen doen. Een scan, longfunctie testen. Ja. En dan zullen we pas echt een goed beeld krijgen van wat de lange termijn effecten van de corona zijn. Want vaak zijn die longblaasjes ook echt wel beschadigd, hè? Ja, dat blijkt op de lange termijn. Hè. Wat we zien, de eerste indrukken, is dat er de corona gaat, met name bij de mensen die opgenomen zijn geweest, heeft dat zich in de longen gemanifesteerd. Longontstekingen aan twee kanten. Mm. Bij de een knapt het wel goed op. Hè. Er zijn genoeg mensen aan te wijzen bij wie toch na een maand of twee, drie de longfoto weer normaal is geworden. Ja. Zijn er genoeg. Maar er is ook een grote groep die toch blijvende afwijkingen heeft. En die willen we met name vervolgen op de lange termijn. Om te kijken of wat dan de schade is. Ja, want dat is dan onherstelbaar. Dan lijkt het onherstelbaar. Ja, na drie maanden kun je dat dan niet zeggen. Het kan zich nog verder herstellen. Vandaar dat we ook een controle doen na één jaar. Ja. En dan kunnen we een completer beeld vormen. Als er dan geen verbetering is, ja, dan lijkt de schade wel onherstelbaar. Ja. Is zoiets ook bij griep mogelijk? Dat je een flinke griep hebt gehad en dat je dan ook onherstelbare longschade hebt? Kan wel eens. Ja, het is een groot verschil, griep met corona. Bij de corona zal het in een veel hoger percentage voorkomen, omdat het toch een agressiever virus is, wat zich met name ook dieper in de longen nestelt. En bij griep is het vooral de longontsteking die daar bovenop komt, die zeg maar die restschade kan geven. Mm-hmm. Maar het totaal aantal mensen met restschade naar griep is zeer beperkt. Ja, en het opknappen kan een lang traject zijn. Ja, verwachten we wel. In het begin werd wel eens gezegd, elke dag op het IEC kan een maand herstel betekenen. Geldt die regel nog of is die regel zelfs een beetje uitgerekt? Ja, misschien meer een algemene regel. Voor de corona is het dat is toch weer een specifieke groep, omdat dat virus toch wat agressiever in je long nestelt. En ook een behoorlijke immuunreactie uitlokt. En mede door die immuunreactie kun je ook zoveel schade krijgen. Ja, dus waarschijnlijk is het een iets andere categorie. Nou, belangrijke factoren zijn ook van hoe je voor de ziekteperiode functioneerde. Mm-hmm. Wat was je conditie? Heb je andere ziektes? We zien ook dat mensen die al belast zijn met andere ziektes, hart- en vaatziekten of overgewicht, suikerziekte, dat soort beelden. Onderliggend lijden. Onderliggend dat werd aan het begin vastgesteld. Hè? Dat die kans, dat die mensen, mannen, hebben een grotere kans. Klopt. Hoe kan dat? Leven die ongezonder? Dat denk ik niet per se. Ja, het zijn ook wel immunologische factoren. Dat vrouwen mogelijk toch op dat gebied een beter immuunsysteem wellicht kunnen hebben. Ja. Hormonale invloeden. Dus volgens mij is er niet helemaal wetenschappelijk bekend wat daar de reden van is. Maar er zijn duidelijke man-vrouw verschillen. Ja. En dan kan iemand klachten hebben gehad en evengoed maandenlang nog steeds klachten hebben. Ja. Maar dat betekent niet dat je per se hele zware klachten moet hebben gehad om nog een soort traject te komen dat het lang duurt voordat je herstelt. Ja, nee, dat klopt wel. We merken al een beetje, naarmate wij meer ervaring opbouwen, dat het een hele heterogene groep is. Mm-hmm. Ook mensen waar je verwacht dat het niet goed gaat, die doen het heel goed en andersom. Ja. Jonge mensen die relatief gezond zijn, die ook soms een langdurig traject lijken te moeten gaan ondergaan. Dus dat is in ieder geval wel iets waar... Zullen er mensen nu ook aan het kijken zijn die denken van, nou, ik heb ook wel klachten gehad, ik heb het eigenlijk nog steeds, maar ik ga daar niet voor naar een dokter. Ja. Is het dan verstandig om wel te gaan? Ja, ik denk dat het, zeker als je aanhoudende klachten hebt, niet alleen lichamelijk, dat je merkt van mijn condities achteruit gaan, ik heb verlies van spierkracht, ik kan nog niet aan het werk, dat valt nog tegen, ik ben te vermoeid. Mm. Zou ik vooral adviseren om begin naar de huisarts te gaan en met de huisarts te overleggen wie er doorverwezen kunnen worden. Mm-hmm. Maar ook op het gebied van cognitieve klachten, dat wordt wel eens vergeten. Je kan je lichamelijk vrij goed voelen, maar toch cognitief, qua geheugen, qua concentratie kun je klachten hebben na de corona. Mm-hmm. En psychisch, dat is toch een hele impact om dat ziektebeeld onder de leden te hebben gehad. En ook voor de naasten van de familie. Dat is dan vooral op het psychisch gebied, want als longarts krijg je daar misschien niet mee te maken. Ja. Maar waar lopen mensen tegenaan? Waar ze tegenaan lopen is de ernst van het ziektebeeld. Hè, van ga ik overleven of zou ik kunnen overlijden? De snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Mensen die matig ziek binnenkomen, die een dag later echt doodziek zijn, op het randje van de dood hebben gebalanceerd. Nou ja, een ziekenhuisopname zonder bezoek. Er mag geen bezoek komen. Alleen als mensen echt palliatief zijn en in de eindfase komen, mocht er familie bij. Dat is heel cru, dat is heel
heel confronterend. Het zijn eigenlijk bijna een beetje oorlogstijden. Hmm. Maar dat alles in het maatschappelijk belang om toch die verspreiding zoveel mogelijk af te remmen. Ja. Maar dat is behoorlijk heftig en het heeft impact. Zijn er mensen in de zorg geweest die daar ook heel veel moeite mee hadden? Zeker, ja. Ook voor zorgmedewerkers binnen ons ziekenhuis zijn uitgebreide trajecten opgestart. Op de werkvloer werd vaak actief gesignaleerd van, heb je klachten, zit je ergens mee, hier zijn we te vinden. Dus de psychologen zijn er heel actief in geweest. Ja. En zeker op het personeel heeft het ook veel impact gehad. Ja, en op jou? Op mij ook, ja. Het is, er wordt sowieso veel van je gevraagd om de zieke categorie patiënten toch zo goed mogelijk te laten herstellen. Waarbij ook de frustratie is dat er geen geneesmiddel is voor de corona. Hmm. De aantallen patiënten, van ook de onbekendheid van waar gaat het verder naartoe? Hmm. In hoeverre gaat die stroom nog stijgen en kunnen we het straks als ziekenhuis aan? Gelukkig is dat allemaal goed gelukt. Ja. Het zijn allemaal wat onzekere factoren die je zeker bezighouden. Ja. Ja, dus mensen die milde klachten hebben en dan nog steeds meer rondlopen, die kunnen zich ook melden. Maar waar dan ergens? Ja, nou, als mensen na de corona-infectie klachten houden en niet goed vooruitkomen, zij het lichamelijk of psychisch, of dat de werkervatting moeilijk verloopt, dat ze erg vermoeid blijven, zou ik zeker willen adviseren om zich bij de huisarts te melden. Ja. En we zijn al in overleg met de huisartsen om dan ook te kijken welke categorie patiënten hij goed zou kunnen doorsturen naar ons. We zijn bezig met het opzetten van een nazorgpoli die op zeer korte termijn gaat starten. Ja, dat is binnen enkele weken zal die gaan starten. En daar kunnen we ook veel, daar doen we sowieso alle opgenomen patiënten, die controleren we daar met een scan en met een longfunctie, uitgebreid bloedonderzoek. Mm-hmm. En ook voor de categorie die niet in het ziekenhuis opgenomen is geweest, die in de eerste lijn is behandeld door de huisarts, die klachten houdt, die willen we ook vooral oproepen om door de huisarts verwezen te worden, om ook daar de na-effecten van die corona-infectie te analyseren. Mm-hmm. En we verwachten dat het toch wel een grote groep is die met klachten blijft rondlopen. En wanneer is die nazorgpoli? Wanneer is die er? Heel snel. Er zijn nog de laatste logistieke hobbels, maar die zal binnen enkele weken actief zijn. De poli is ingericht. De mensen die de poli gaan lopen zijn bijgeschoold, waar ze op moeten letten. Er is een breed team van allerlei specialismen die zich daarmee bezig heeft gehouden. Er vindt een uitgebreide screening plaats op de na-effecten. Maar die zal zeer korte termijn starten. En de huisartsen worden ook deze week, de komende weken geïnformeerd hoe dat praktisch loopt qua verwijzing en zo. En elke keer komt er weer een nieuwtje dat er weer een vaccin eventueel uitgeprobeerd wordt, of dat er weer een medicijn op de markt is. Er is eentje nu goedgekeurd. Ja. Is dat een spannend medicijn wat heel veel veranderingen teweeg zal brengen, of zal die maar een geringe invloed hebben? Ja, dat is inderdaad de virusremmer, Remdesivir, denk ik, die u aanhaalt. En de wetenschappelijke onderzoeken naar virusremmers bij de corona, die gaan natuurlijk nu oplopen, nu we meer patiënten hebben gehad en ook er heel veel gevallen zijn geweest wereldwijd. Het geneesmiddel waar het over gaat, zou het inderdaad wat kunnen afremmen. Maar ik verwacht niet dat het een zodanig sterk middel is dat mensen echt moeten verwachten dat ze, wanneer ze het ziektebeeld ontwikkelen, dat dit medicijn echt baanbrekend zal zijn. Maar het zal wel een positieve invloed kunnen hebben op wellicht een iets milder ziektebeloop. Maar als je het ergens in de krant ziet staan, denk je, ze hebben een medicijn gevonden, maar niet te vroeg juichen. Niet te vroeg juichen. Nee, het is toch even afwachten wat het echt gaat doen. En dus wat dat betreft gematigd optimistisch. Ja, voorlopig moeten we voorzichtig zijn. Dat zeker, dat is de oproep. Roel van Zeeland, bedankt voor de toelichting. En wij gaan kijken naar de week in één minuut.